Deze week nieuwe concurrentie voor TikTok en niet meer stalken op Instagram. Dat hebben we niet vaak. Dit is Kennis met Dennis, de social update waarin ik jou de social feitjes van afgelopen week vooruit, zodat je deze week weer helemaal up-to-date bent. En wat een heftig begin van de week, want Fortnite ligt er helemaal uit. Al hun socials zijn op zwart gegaan en er is alleen nog maar een livestream te zien met iets. Maar terwijl je dus die livestream aan het kijken bent, kun je op je andere scherm kennis opdoen. Met mij. De app Firework bestaat nu al een paar maanden, maar wordt nu pas echt interessant omdat onder andere Google de app wil overkopen. Firework is een app met korte video's die enorm veel op TikTok lijkt, met als grote verschil dat je hier video's van 30 seconden kunt plaatsen. Er zijn geen likes en ze hebben een gepatenteerde reveal technologie. En dat houdt in dat je niet alleen horizontaal, niet alleen verticaal, maar allebei in één kunt doen. Als je je scherm omdraait, kun je wisselen tussen dat. Awkward genoeg deze zin afgemaakt? Ja. Oké. Er zitten al wel wat grote namen op de app, maar net zo groot als TikTok is het nog niet. Maar nu Google het wil kopen, wordt het misschien de eerstvolgende social media flop van Google, of is het een hele interessante zet? Het heeft in ieder geval alle ingrediënten van een succesvolle app, maar heeft misschien het momentum van TikTok tegen zich. Mijn advies, ga in ieder geval de app even uitproberen. En Joost, jij wil zeker dat ik nu vertel dat ik dit nieuwtje van jou heb? Zeker. Ja. Ja. Thanks. Jo. Stalkers, stalkers, stalkers. Joost! Stalkers, opgelet. Vanaf nu kun je iemand niet meer creepy volgen op Instagram door de activiteit van diegene te bekijken. Instagram liet vorige week namelijk weten dat ze het tabblad volgen gaan verwijderen. En op dit tabblad kon je zien op wat voor post jouw vrienden hadden gereageerd of geliked. Instagram gaf als reden dat het tabblad niet echt meer wat toevoegt en dat heel veel mensen kennelijk niet weten dat andere mensen dit soort activiteit van hen kunnen zien. Wist jij dat? Ik wist het. In theorie kon je via dit tabblad interessante accounts vinden door de activiteit van je vrienden, maar Instagram ziet dus nu wel in dat het ook gewoon een stalkerfunctie is. Misschien heb je de vorige keer dat Mark Zuckerberg zich voor het Amerikaanse congres moet verantwoorden, enorm genoten van de awkwardness. Je hebt geluk, hij moet zich nogmaals gaan verantwoorden voor de nieuwe cryptocurrency van Facebook, Libra. Joost is enthousiast. Facebook komt met een nieuw stickerpakket voor in Messenger, Let's Talk. En dit stickerpakket kan jou helpen om het gesprek aan te gaan met mensen waarvan jij het vermoeden hebt dat het niet goed met ze gaat. De nieuwe Create Mode op Instagram Stories is nu wereldwijd uitgerold, dus jij hebt hem waarschijnlijk ook. En hier kun je onder andere je herinneringen terugvinden en die posten in Stories. Iets wat eerst alleen sporadisch kon, Joost. En het kan soms lastig zijn om posts in grote groepen op Facebook terug te vinden. Daarvoor komen zij nu met tags die de post categoriseren. Oh, trouwens, op Social Media Week Holland geef ik een masterclass waar jij bij kunt zijn. En vandaag is toevallig de laatste dag dat je 25% korting op je tickets kunt scoren. Wat toevallig. Wat toevallig. Nou ja. Hé, gaan. Klik. Door de internet. Dit was Kennis met Dennis voor deze week. Volgende week ben ik weer met de nieuwste social update. Oh, ik deed echt zo'n nieuwsknikje. Social update. Terug naar jou, Joost.